Lekker hè? 2 voor 1,50. Hey! 2 voor 1,50, dat is niet duur. Ja, op de bank, op de bank, op de bank, bank, bank. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 22 juni 2023 en het is nu bijna 2:10 in de middag. Ja. En daar liggen de twee zusjes, kijk, te wachten. En hier hebben we dus Ro, ja, en die er helemaal geen zin eigenlijk in heeft, want ik heb hem moeten aanmoedigen om deze vlog even te, samen te openen. Oeh, kijk eens! En hier ligt Lady. En we gaan eventjes een rondje omlopen. Rodi gaat met de zusjes lopen en ik ga lekker met Lady. Dus wie gaat er mee? Ga je mee met mij? Top. En dan hebben we hier ook nog een tak. Ha! Zo. Dus dat. Ja, Rodi zei echt van, joh, dit is vermoeiend. Ik zei, wat denk je hoe vaak ik een intro opnieuw moet op gaan nemen? Ik zei, als ik echt net wakker ben, dan ben ik er ook nog niet helemaal bij in mijn hoofd. Ja, maar anders stop ik ermee. Nee, samen opnemen eens een keer weer. Want ja, hè, jullie missen hem ook in de vlog. En ja, door hem ben ik wel gaan vloggen, zeg maar. Dus ja, dan vind ik het wel zo leuk om even samen de vlog te openen. Maar hij heeft er helemaal geen zin in, ja. Joh. Weet je, jij hebt mij aangespoord om hem te gaan vloggen. Mag je ook eventjes, ook soms eventjes helpen. Ja. Dat, en dat je hier en hier de tijd voor neemt, om dat even in de grond te stoppen. Moet je kijken. Hola. Wow. Kijk. Ja, of je daar zoveel plezier aan heb om dat even de grond in te stoppen. Maar ja, weet je, ik heb echt iets van, jij hebt mij geleerd om te gaan vloggen, mag je ook af en toe erin komen, kom op. Want ik doe het allemaal al zelf, ik doe vloggen allemaal zelf en ik heb echt iets van, Ro, ga jij ook eens een keertje even af en toe even editen of zo? Ja, maar dat is Nederlands. Ja, en dus, leer het maar eens een keer, want ik moet alles leren en jij, ik heb er geen zin in, ik ben moe, ik ga slapen. Want dat is Ro tegenwoordig, maar oké, maakt niet uit, hè? Dat is Ro. Die is gewoon echt momenteel, als was ik hem al voor 10 uur bel, dan wordt hij chagrijnig. Oh, en dat heeft Laura nou ook meegemaakt. Oh, hij is echt chagrijnig dan, echt waar, serieus. Maar ja, weet je, maakt niet uit. Elke vent heeft zijn gebreken, ja. Elk mens, ja. Iedereen heeft zijn rugzak. Maar oké, ik ga nu even lekker weer met Lady lopen. Ik ga met haar eventjes kijken wat voor leuke beelden ik met haar kan opnemen. Ja. Daar ga ik eventjes voor kijken. Allright. Ja. Lekker hè? Hey. Lekker hè? Lekker schuren hè? Lekker hè? Ga mee? Kom maar. Kom dan. Ga mee? Ja, kom dan. Goed zo. Oh, lekker hè? Hij is lekker hè? Wel waar, want je doet het wel. Kom maar, ga mee? Ja, ja, lekker schatje. Ik kan niet verder uitzoomen. Nee, oké, okay, maar check. Als iemand anders nog rijles zou hebben, dan zou ze hier nog gas geven, zeg maar. Hier nog gas geven. Bepaalde iemand. En dan pas hier gaan remmen.
En dat is in principe al veel te laat. Dan moet je veel te hard remmen. Als dit kan. Ja. Dus dat moet diegene nog eventjes gaan ontwikkelen. Ontwikkelen nog wel? Ja, ontwikkelen. Met een foto? Bijna wel. Niet remmen voor het groene licht, maar doorrijden. Kom. Je kan het. Ja, er was laatst iemand die zei tegen een onontwikkelde foto, doe niet zo negatief. Ja. Ja. Dat is een goeie. Ja. Pak de linkerbaan maar. Dan geldt het als ik langzamer rijd, want ook nee. Deze kan twee kanten op flitsen. Die dikke. Flitspaal rood en 50. Ja, daar zijn we nu wel voorbij. Ja, nee, dat en de volgende komt er al aan. Wat hebben we hier op de weg staan? Een trippelpijl met een blokje in het midden. 1, 2, een blok en nog een keer. En hier nog eentje. Dus dat betekent dat je eerste in mag, de tweede niet en de derde weer wel. Logisch, want de tweede is de uitrit van de snelweg, de afrit van de snelweg. En ja. Hier zie ik dus een heleboel verkeerslichten. 3 rood in het midden, 1 links rood en 1 rechts rood. Hoe toevallig. Jo. Maar niet iets aparts voor linksaf, zeg maar. Dat gaat mee met de gewone verkeerslichten. Maar hier gebeuren dus wat vaker rare dingen. Ja, blijkbaar. Dus dat gaan we even kijken of we dat nu kunnen vastleggen. Of het weer raar wordt. Ja, want het dat ik in één keer weer op mijn remmen moet en zo. Dat we de eerste keer langs gaan, stond daar een hier zo, daar? Ja, hier op en op de stoep hier. De stoep daar. Stond een witte auto. Kijk hier, in één keer alles op groen hier. Alles groen, maar dan moet je zelf nu op gaan letten. Want daar komt ook nog wat aan. Zij mogen ook. Ja. Hoppatee. Alles goed, maar dan moet je zelf opletten. Er staan ook geen haaientanden of iets. Nope. Geen waarschuwing van let op dat. Je krijgt al groen, maar eigenlijk heb je het niet. Het is zo raar gedaan hier. Maar goed. Want ik was nog net op de kruising en dan gaat de afrit al rijden, zag ik al. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad heel krom. Ja, maar goed, die witte auto stond daar dus met de gebroken achteras. Want er was iemand tegenaan gereden die, waar wij vandaan kwamen, linksaf reed, net als wij. Ja. Maar toen er tegenaan. En dat is niet handig voor de mensen. Ja, en dan ga je tollen. Gaat hij tollen, stond hij met zijn neus de andere kant op. Ja. Ja, dat is niet handig. Nope. Schadetechnisch gezien. Dus. Nee. Dus een auto is geen bus en we staan nu in bij de Marine Viaduct. Het Marine. Marianne Viaduct. Marine Viaduct. Ja hoor. Het Marianne Viaduct. Maria, koekoek. Hotsie mijne. Hier. Ja, Marine. Ja. Het Marine Viaduct. Helemaal goed. We hopen dat dit er zo dan is. Het is verboden voor mensen ouder dan 30. En voor Jan en met de korte achternaam. Dat woord bestaat niet. Waarom noemen ze het dan? Ja, weet ik ook niet. Blue, ga er maar vanaf. Dag Blue, doei. En alsnog vind ik deze toch wel heel gaaf, hè? Ja, en deze geluiden moet je even negeren, maar... Kijk, vogeltjes, dat is zo mooi. Kijk eens. Ja, dat zeg ik. We gaan eens even kijken. Zijn naam staat er nog niet op. Dat vind ik een beetje jammer, zeg maar. Waarom zijn naam er nog niet op staat, weet ik niet. Maar... Ja. Het had gewoon erbij opgemoeten, zeg maar. Ja. Dat is ook al een lange tijd geleden. Ja. Van Kees. Want hier ligt zijn vader. En zijn... De zoon die ligt bij hem. Ja. Vind ik een beetje jammer. Maar wie ben ik? Ik ga wel lekker teruglopen. Ben ik toch even geweest. En ik weet niet waar Ro loopt. Maar daar heb ik even. Gewoon even. Grof gezegd. Schijt aan.
Kijk eens. Het is wel weer een hele, hele kleine graven, maar het zijn wel mooie, zeg maar. Ja. Wat zeg ik nou? Loop ik er terug? Ticket op. Hebben jullie misschien de gouden tip voor Ro? Want als Ro stress hebt, spanning, of als we woorden hebben, dan moet meneer gelijk naar de zee, want het gaat op zijn buik lopen, zitten, en dan moet hij gelijk aan de diarree. Ja, en dat doet hem zeer. Dus, hebben jullie een tip? Laat het even weten hieronder. Ja, want meneer die gaat altijd stress tussen aanhalingstekens, spanningsvelden uit de weg. Ja, dus ik kan eigenlijk ook niet echt met hem woorden maken of eventjes een discussie voeren, want dat loopt meneer altijd uit de weg. Ja, want oh nee, het is een discussie. Nee, dat mag niet. Nee, dat is altijd weer een dingetje bij ons. Als hij iets zegt, dan wil ik weer iets opzeggen, maar dat mag niet, want dat is weer een discussie. En dus een discussie loopt hij uit de weg en dan loopt hij op weg. Dus dan zit ik met een stel. Hij zegt dat tegen mij en dan moet ik daar weer een antwoord op geven. Maar dan doe ik het op mijn manier. Dan snapt hij het weer niet. Dan wil ik het uitleggen, maar dat mag weer niet. Want dan leg ik het weer misschien 4 keer uit, totdat hij het wel begrijpt. Maar dat mag weer niet, want dat is weer een discussiepunt. Ja? Want ik heb een heel laag IQ, lager dan wat hij heeft. Dus ik snap niet altijd alles. Dat hij dat wel doet, iedereen is anders. Maar dan wil ik het uitleggen op mijn manier. Maar dat mag dan weer niet, want dat is weer een discussiepunt. En dus dan loopt hij maar weg, want dan voel ik me kut. Want ik heb het niet uit kunnen leggen. Ja? Snap je hem nog? Ik wel. Hij pakt maar een karretje, ik vind het goed. Laat hem hier maar even lekker sneupen. Ik vind het best. 2 voor 1,50. Hey! 2 voor 1,50, dat is niet duur. Normaal zijn in deze duurder minikrieltjes. Ik vind deze ook wel lekker trouwens. Waar is Ro? Geen idee. Die komt er ergens aan. Maar het is nog genoeg, dus die hadden we eventjes in ons hoofd. Waar is Ro? Geen idee. Dat zeg ik net al. Geen idee waar die is. Maar we gaan eens even kijken of we wat hebben. Wow, dus hij zit wel redelijk vol. Waarschijnlijk met hele andere prijzen dan wij eigenlijk willen, zeg maar. €1. Nou, deze wil ik wel hebben dan. Voor een euro. En dit is 2,50. Nou nee. Nee, Ro en Ro die vroeg dan nu net ook aan mij of ik mee wou en naar zijn moeder. Nou, dat vind ik dan niet zo'n heel groot rampenplan. Het is ook weer 2,50. Vind ik ook weer veel te duur. Geen idee. Preparen, geen idee wat preparen is. Ik zal het zo even aan Ro vragen, maar sowieso 2 euro ben ik kwijt. Maar waar is Ro? Ro, hallo, waar ben je? Ik denk muntjes zoeken. Letterlijk even ruwelijk. Muntjes. Proefpakket, wat is dit nou weer? Voor 4 euro, nou nee, begin ik ook niet aan. Hey! Kun jij mij vertellen, kijk, en daar hebben we ook. Kun jij mij vertellen wat preparen is? Preparen is voorbereiden. Dus dit is ook gewoon eigenlijk filet americain eigenlijk een soort van. Ja, dat letterlijk betekent dat voorbereiden. Ja, nou ja. Geen idee wat het is. Nee, dat weet ik ook niet. Moet je zelf voorbereiden? Ja, dat denk ik. Geen idee. Oké, dit is een opwet. Ik ga me voorbereiden. Precies wel heel fiets, dat zeggen. Ja, en ze hebben hier weer allemaal voor 50 cent dingen. Nog iets lekkers erbij. Dit is allemaal alcohol, schat, dus dat zal ik maar niet doen voor jou. Nee. Dat gaan we niet doen. Echt niet. Het is hier altijd wel lekker, hier ergens in de buurt. Lekker. Maar niet echt lekkers voor jou, denk ik zo. Maar ik wil ook wel eventjes silkwater maken, zeg maar. Okay. En dan kun je ook zelf makkelijk zelf maken. €1. Nee. Ik ga het niet.
Dus ja, we gaan weer eens even zoeken en sneupen. Nou, eens even kijken wat ze hier hebben voor lekker broodjes. Voor lekker broodjes, of zijn ze allemaal op? Jep, ze zijn allemaal op. Ik heb pech onderweg. Ze zijn allemaal lekker op. Jammer joh. Nou, dat had hem dus niet. Dat is jammer, ze zijn allemaal op. Gevulde koek, 4 en 4 voor 2 euro. Nou, zal ik die en die er maar gewoon doen? Zijn die wel gelijk op? Dus haal ik deze 4 nog. Ik heb mijn eten al op. En het is nu net 9:30 geweest. Roderick die gaat zo meteen naar zijn werk. En ik ga zo de visjes uitlaten en ik ga ook zo meteen nog weg. Ja, dat hoor je inderdaad helemaal goed. Ik ga ook zo meteen weg. Want, ja, dat willen jullie heel graag weten zeker, hè? Ja, nou, daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Later. Maar niet nu. Ik ga nu eerst nog zelf eventjes heen naar de wc en dan ga ik de hondjes uitlaten, jongens. En dan pas later krijg ik me nu te horen waar ik zo meteen nog naartoe ga. Dan een minuut. Ja. En dan ga ik deze mooie kaartje sturen aan iemand. En er is nog iemand bij. Dat is deze. Hé, hey, tot straks hè. Later eens. Doei doei. En die zit dus ook in het complot. Want mama is bijna jarig. En zij heeft dus niet in de gaten dat ik er ben. Nee, totaal niet. Dus wij gaan zo meteen deze sturen. Wij samen. Jullie samen. En ja, deze. Moet je eens kijken. Ik weet niet of ik het in kan zoomen hoor, jongens. Nee, dat kan niet. Maar ik hoop wel dat jullie het een beetje kunnen lezen. En ik ga even bellen. Nog niet. Nog niet. Hey schat, mama gaat nu even lopen met de dames. Dus die is nou niet thuis. En als ze thuis is dan, en dan app ik jou. Ja? Oké, tot straks. Zo. Ik app jou. Ik app jou, mama. Die moet ik hebben. En die moet ik hebben. Zo. Jack, 12 uur. Top. Oké, top. Thank you. Best. Mama? Ja? Mama, van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is mijn liefdallige moeder. Ja. Dus... ik zie u zo, mam. Tot straks. Marcel, die staat daar. Dat kun je zien. Kijk. Gaat hij nou lopen zometeen? Mama gaat dus nu.
ook zo. Dan moet ik zo meteen sneaky naar binnen. Ik ben jarig, hè? Nou, dan hebben we dat. Kom je dan hier? Blijf eens even rustig. Heen, terug. Dat is gewoon ziek. Dan kom je even die kant op en ga zitten. Op de bank. Kom te maar. Wat is? Als je nou niet door, waarom ik die beestjes aan dat blijven? Nee, jij was bezig met je telefoon en je liep een beetje te ver achter. Het is gelukt, jongens. Het is gelukt. Ze schrok zich kapot.
Mam, gefeliciteerd en met uw verjaardag. Ja, dank je, schat. Alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Die schot wel. Ja, echt. Ja. Jij weet niet met een camera om te gaan, anders had jij van tevoren al mijn camera neergezet, denk ik zo. Nee. Nee, want alles is was en was op een kokstoof namelijk. En mijn auto, en die heeft u ook nog niet gezien, nee. Om hier de straat verderop te zetten. Oh. Daarom ben ik een blokje gaan lopen. Ik zei het, maar jij zat te kijken. Ja, maar ik was alleen de bal van maken. Dus het komt eigenlijk allemaal heel goed uit. Ik zat te switchen tussen YouTube en Facebook. Want YouTube de beeld was heel slecht. Op een gegeven moment. En YouTube was het beeld wel beter, maar iedere keer een zandloper. Want deze die was het filmen. Nou, leuke verjaardagscadeau, hè? Ja. Bij deze, het is alweer 3:15. Ik ben net thuis. Maar wat schrok mama zich kapot, zeg. Oh, heerlijk. En dat op de verjaardag. Want mama is vandaag jarig. Dus ik zou zeggen, mam, geniet van uw dag. En ik hoop dat u het geweldig vond dat ik er even bij was. En ik zou zeggen, geniet van uw dag. En alles wat er nog komen gaat. En dan ga ik zeggen, voor iedereen die heb genoten, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. En doe alle hele riedeltje, ik ga het nou niet opnoemen. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.